We krijgen een interview met Booster Magazine, het blad uit de mobiliteitsbranche. Hij kwam aanrijden met een plofauto. Had nog nooit gereden in een, in eigenlijk de toekomst. En de toekomst is elektrisch en zelfsturend. Dus we gaan nu het interview doen. En dan hij gaat rijden, maar hij gaat ook alle vragen stellen. En in de tussentijd maken we ook even een filmpje om een beetje jullie mee te nemen. Want ja, die toekomst kun je wel over lezen. Maar eigenlijk moet je gewoon zelf erin gaan stappen in zo'n auto en zelf gaan proberen. Want ja, dat moet je meemaken. Dat is experience. Dat is net zoals met autorijden, kun je ook wel over lezen. Maar dat blijkt het toch niet gewoon te zijn. Dus we gaan kijken wat hij ervan vindt. Ja, dus we doen deze deuren ook gewoon niet met de hand dicht. Dat is ook gewoon zo anno, ik weet niet. Elektrisch gereden? Ik heb wel eens elektrisch gereden, maar okay, nog niet zonder. Probeer deze eens even uit en dan stop. Als ik ja zeg, zo hard mogelijk de gaspedaal intrappen. 1, 2, 3, ja. Ja. Oké. Okay. Om even te laten zien, is dit flauw? Dit is linksaf. Lekker krachtig. Ach, hij is erg nuchter. Naar je toe halen. Twee keer dat knopje naar je toe halen. Ja, handen los. Van het stuur. Ja, handen los. Zo. Kijk, en nu rijdt hij zelf. En dan mag je gewoon nu mij gaan interviewen. En dan kun je zien van... Remmen, gas geven, dat wordt allemaal geregeld. Ja, het wordt allemaal geregeld, ja. Ja. En dan rijden we gewoon nu een beetje ergens heen. Dus wat heb je voor vragen? Nou, ik heb 5 stellingen voor je. Stellingen. We gaan een moderne interview doen. Ja? Zeker. En we hebben het... Het is gek, ik blijf recht voor me kijken. Ja, maar je moet naar mij kijken. Dat weet ik, helemaal niet met dat hoeft niet. Nou, kijk, dit is wel een beetje een ervaring. Als je nu gaat hij voor het eerste keer stoppen. Ja. Heb je daar vertrouwen in? Ik heb sowieso wel vertrouwen in je auto, hoor. Oh, je hebt wel vertrouwen. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Sommige mensen hebben nog een beetje een gevoel van dat zelfsturen. Maar eigenlijk zijn mensen rampzalige bestuurders. 1 miljoen doden per jaar. En dat gaat echt op alle kanten gaat dat mis. Dus daarom moeten mensen zo snel mogelijk uit de auto en moeten de auto dat overnemen. Nou, dat zijn gewoon voor 10 jaar is dat heel normaal. En in de tussentijd is het nog iedereen moet er een beetje aan wennen. En net zoals we van e-mail moeten we overstappen, van post moeten we overstappen naar e-mail. En sommige mensen vinden nog steeds brieven leuk. En bellen, dat moest ook vroeger met allerlei hele ingewikkelde systemen. Nu kan WhatsApp voor 1 miljard mensen kan bellen regelen. En hij wil wel nog even weten dat je er bent. Ja, dan moet je een beetje zo schudden. Want hij heeft een dodemansknop, zeg maar. Ja. Maar vind je het niet jammer dat de auto's het rijden overnemen? Ik vind het plezier van autorijden, of het zelf rijden, vind ik een groot plezier van autorijden. Kijk, ook nog zoiets. Leuk is dat om zelf te doen. Nou, mooi. Prima. Ja, dat ben ik. Ik vind het volledig oninteressant. Misschien als je heel hard wil rijden. En enorme bochten wil nemen, maar gewoon van A naar B rijden. Ik rijd 50.000 kilometer per jaar en dat ding dat rijdt gewoon naar Eindhoven toe of naar Rotterdam. Ik vind het juist heel irritant dat ik dat de hele tijd zo'n stom stuur in de handen moet hebben. Okay. En dan en dat hij daar dan zeg maar niet mee bezig is. Je mist het ook niet. Je mist het niet. Oh, helemaal niet. Ja. Hij remt ook heel geleidelijk af, hè? Ja. Het is niet dat je denkt zo ziet. Krijgen we dan nog die vragen of hoe zit dat? Ja, die vragen gaan komen. De stellingen, ja. En die hebben uiteraard ook van doen met jouw auto. Okay, de stelling 1. Elektrisch rijden is helemaal geen milieuvriendelijk alternatief voor de verbrandingsmotor. Nou, dat is de typische vragen die mensen altijd stellen gewoon op dit gebied. Ze zeggen altijd van de kolencentrales en de accu's kosten altijd veel meer energie. Deze mensen die stelling hebben opgesteld hebben geen idee. Een elektrische auto gaat 3 keer zo lang mee als een plofauto. Is 3 keer zo goedkoop per kilometer. Ja. En is ook gewoon gebruikt 3 keer zo weinig energie, 3 tot 4 keer zo weinig energie. En die energie die bij mij, alle laadpalen in Nederland komen, groene energie komt eruit. En na 1 jaar is de accu ongeveer terugverdiend in energiebesparing. Dus hou op over dat soort domme stellingen. Ga er maar eens even iets over leren. Echt gewoon, komt altijd terug. En ook vooral in de mobiliteitswereld is dit een hele populaire. Ik word er moe van om daar antwoord op te geven. Daar gaan we niet meer mee bezig. Volgende. Ja, maar het zijn wel stellingen prima, die leven. Hè? Ja, prima, daarom zeg ik in de mobiliteitswereld, zeker de mensen die plofauto's kopen. En dat is 99% van de mensen verkoopt plofauto's. Die zijn toch altijd op zoek naar argumenten waarom elektrisch rijden. Nu moet je zelf even stoppen. Ja. Dat is even van de knipperlicht. Of zeg maar, er is een camera. Er is een camera speciaal voor het stoplicht. Ja. Maar die werkt nog niet. Okay. Dus dat is nog niet doen. Maar goed,
Dus je ziet gewoon als mensen tegen een ontwikkeling zijn, en dan hebben ze heel vaak allerlei argumenten die ze gebruiken. En normaal interesseert mensen namelijk in de mobiliteitswereld niks, zeg maar, of ze nou benzine gebruiken of niet. Maar als het dan over elektrische auto's gaat, dan is dat opeens een niet groene zaak. Nee, en wat je dan ook nog ziet van... Nee, stelling moet een beetje prikkelend zijn. Oké, okay, prikkelend. Mogen... Nou, ik ben geprikkeld. Ik heb er echt genoeg van, want het is altijd hetzelfde. Heb je nog betere stellingen? Ik hoop het. Ik hoop mooi. Okay. Wat vind je dan van het feit dat elektrische auto's vervullen slechts een brugfunctie? De waterstofauto heeft pas een echte toekomst. Ah, hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Je mag hier weer twee keer klikken, dan ben je weer autonoom. Ja. Heel goed. Oké, dat is altijd het grote verhaal. Ja. Waterstof, dat is eigenlijk gewoon een beetje een verlangen naar de vorige wereld van benzine, dat je kunt tanken in 3 minuten. Bij A is gewoon een waterstofauto. Wat is dat voor een auto? Een elektrische auto, dames en heren. Waterstof is gewoon 100% elektrische auto. Alleen, het is geen batterijenauto. Ja, er zit wel een batterij in, want die wordt eerst opgeladen door waterstof. Maar de waterstof is zeg maar de vervanger van de batterijen. Waarom is dat nou weer een vlucht naar het verleden? A is al 20 jaar een belofte en 20 jaar is het dan niks. En over 20 jaar zal het nog steeds niks zijn. Maar het is ook nog zoiets, waterstof is niks. Dat moet je maken. Hoe wordt waterstof gemaakt, dames en heren? Aardgas plus stoom. De meest vieze vorm van brandstof die je dat kunt voorstellen. En je bent eerst de helft van de energie kwijt om die waterstof te maken. Vervolgens maak je dan van waterstof, stop je in een tank met 700 bar. Hartstikke duur. En daarna ga je er weer elektriciteit van maken, ben je weer 50% kwijt. Uiteindelijk is het rendement 30%, ongeveer hetzelfde als een dieselmotor. Ben je weer 70% van de energiekosten kwijt. Batterijen gaan keihard naar beneden. Die gaan 77% zijn die gedaald in de afgelopen 7 jaar. En dat zal de komende tijd ook weer zo gaan doorgaan. En dan is het echt niet handig om dan weer waterstof te gaan doen. Soms, met sommigen vind ik het wel handig, hele grote vrachtwagens. Daar zou ik het wel voor zien zitten. Die duizenden kilometers moeten rijden. Alleen, er is geen infrastructuur. En alle vrachtwagenchauffeurs zijn er niet mee bezig. Of fabrikanten zijn er niet mee bezig. Dus wat dat betreft is dat wel uitermate interessant. Ik rem toch zelf, sorry. Ja, maar moet je zelf weten. Ja. Doe maar klik, klik. Twee keer, tik, gewoon even ding. Ja, nee, even loslaten. Die rem dan, ja, klik, klik. Ja, ja. Als je met 100 op zo'n auto afrijdt. Ja, daarom, als je dan hier zo, dan maak ik hem even, dan kun je wat de afstand wat groter maken. Dan gaat hij wat eerder remmen. Ja, dus, prima. Oké, waterstof, okay, dus ook weer het eindeloze verhaal van... Nee, plug-in hybrids waren eigenlijk een waardeloze plug-in, een brugfunctie. Die een beetje waar we aan gewend zijn, aan laadpalen en concepten. Maar was wel een hele dure. En hybride auto's zijn heel duur om te maken. Met andere woorden, de elektrische auto heeft de toekomst. Als je het hebt over de grote meerderheid, waar gaat diesel en benzine heen? Ja. Dat is elektrisch. Okay. En dat heeft niets te maken met milieu. Want 1% van de mensen vindt het milieu interessant genoeg om zijn gedrag te veranderen. 1%. 99% kijkt alleen maar naar de prijs. En of het lekker rijdt. En of, of ze de juiste keuze en het model hebben. En je ziet dus, omdat elektrische auto's niet flauw rijden, dat heb je net ook weer gezien, van ze trekken gewoon beter dan een normale plofauto. Ze zijn heel betrouwbaar, ze gaan 3 keer zo lang mee, 1 miljoen kilometer zonder 1 druppel olie. Niet leuk voor garages, maar dat is wel zo. Ja. En vervolgens heb je dan, hij rijdt nu 30 omdat je hier 30 mag rijden. Dat is echt... Gaat die eigen Weet je ook, een auto is wat dat betreft een beetje irritant, want hij houdt zich aan de verkeersregels. Je ziet nu dat hij een beetje. We zitten nu bij halfweg. Ja. En dat hij ook een beetje de bochten doorgaat en zo. Hij houdt hem perfect tussen de witte lijnen. Ja, en dat is dan echt zo van... Dat vind ik indrukwekkend, moet ik eerlijk zeggen. Dat had ik niet gedaan. Hoe moeilijk is het nou om zo'n ding binnen de lijnen te houden? Sorry hoor. Niet. Dat is ongeveer 10 regels programmeerkunst. Ja. Dat stelt niks voor. Ja. Ja. Maar goed, dus in ieder geval even van... elektrische auto's die worden succesvol dankzij gewin, genot, gemak. Ze zijn genot... Ze rijden lekker. Gewin, het is gewoon veel en veel goedkoper. De prijzen worden minder dan de helft van per kilometer dan plofauto's. Ja. En gemak, dingen hoef je nooit... eigenlijk, ik laat mijn auto... Ben ik 10 seconden per dag mee bezig. Ik steek stekker erin, haal hem weer uit. Dus dat is heel erg makkelijk. Ja. En je hoeft eigenlijk nooit onderhoud te doen. Nee. Ik doe 1 keer per 70.000 kilometer een beurt. Volgende. Nou, dat is er wel eentje in jouw straatje, denk ik. Ja.
Ja, inderdaad. Zo, ja? Zo, kan ik het gas ja, loslaten? Ja, je kunt alles loslaten, ja. Alright. Dan ga ik gewoon eens even heel demonstratief zo naar jou toe zitten. Heel goed, ja. Een B-rijbewijs is in 2030 niet meer nodig vanwege de autonoom rijdende auto. Ja, nou, je kunt inderdaad uitermate goed overleven zonder rijbewijs. Dus er zullen nog wel oude plofauto's zijn, maar die dingen gaan nog lang mee. Maar tegen die tijd zijn er fantastische Uber-achtige auto's die overal rondrijden. En die jou eigenlijk voor een schijntje gewoon van A naar B gaan vervoeren. En dat zie je als op het moment dat er in Amsterdam 10.000 zelfrijdende auto's rondrijden. Die gewoon binnen 2 minuten bij je zijn. Je meenemen en overal zeg maar heen brengen. Dan gaat dat al heel snel 50% van de kilometers doen. Want auto's, wat doen we met auto's in deze wereld? Wat is de primaire rol van auto's? Je van A naar B vervoeren. Nee, 95% parkeren. 95% van de tijd staan ze geparkeerd. Het zijn opvuldingetjes voor de binnenstad. 20% van de binnenstad wordt gebruikt voor parkeerplaatsen. Het is werkelijk de allergrootste verspilling. We gebruiken auto's nooit. Een half uur per dag gemiddeld is de Nederlander daarmee bezig. Op het drukste punt van de dag, op maandagochtend, als er 500 kilometer file zit, rijden er 700.000 auto's rond van de 8,5 miljoen. En die rijden dan 20 minuten en dan rijden weer 700.000 rijden. Alles bij elkaar rijden er 3 miljoen auto's van de 8 miljoen op maandagochtend. Maar op hoogtepunt 700.000. We kunnen makkelijk met 2 miljoen auto's, kunnen we iedereen van door te door vervoeren. 4 keer minder auto's, veel lagere kosten en alle parkeerplaatsen gaan uit de binnenstad verdwijnen. En dat antwoord sluit dan weer prachtig aan op de volgende stelling. Ja, en die luidt, kijk, dan komt de politieauto langs, dan zit ik dus met mijn rug naar hen toe. Ja, ja. Dat is leuk. Ja. Kijken hoe ze... Nee, ze zien er maar niks. Goed, nee, dat is wel mooi inderdaad. Hallo! Zag je? Ja. Jullie houden mij altijd aan als ik gewoon met de handen aan de telefoon zit. Maar goed, deze... Ja, jammer. Over 15 jaar bezitten we geen auto meer, maar delen we hem. Ja, dat is wel een goeie. Want ik denk dat autobezit van nu, zeg maar, zijn er 17 miljoen mensen en 8,5 miljoen auto's. Dus 1 op 2. En ik denk dat dat percentage enorm gaat dalen. Dat er inderdaad grote groepen mensen zijn die zeggen, ik heb geen auto meer nodig. Ik neem gewoon de auto per uur, per minuut, per soms een Porsche, dan weer een Mercedes, dan weer dit. Alle auto's zullen ook inderdaad veel meer into fleet management gaan. Deelauto's. En dat op een goede, complexe manier met elkaar regelen. Ja, daar geloof je heilig in dat het gaat gebeuren. Nou, ja, geloven is gewoon... Ik bedoel, ik ben... Wat verwacht je? Ik ben niet meer religieus, dat is een tijd geleden. Maar als ik zie hoe iedereen... Kijk, zou je kunnen dat hij gewoon zelf stopt? Hij stopt echt zelf. En toch, het is een intuïtie, hè? Het duurt even. Ja, het geeft helemaal niet. Hartstikke mooi. Maar in ieder geval... En het is niet mijn auto, dat scheelt ook, hè? Daarom. Nee, je hebt helemaal gelijk. Je moet vooral wantrouwend zijn over nieuwe technologie. Want het gaat vaak gewoon ben ik helemaal niet. Ontzettend mis. Dat ben ik totaal niet. Niet wantrouwend. Ja. Nee. Okay. Dan heb je de auto die de politie staat op je te wachten. Oh ja. Zie je? Ja. Het is echt gewoon van... Kijken of ze je nou aandraait. Nee, je kunt het gewoon loslaten. Ja, dat weet ik. Maar vergeet het. Nu moet je alleen even zelf stoppen. Ja, voor die man die reed door rood. Nou. Terwijl de politie ook anders had kijken. Ja, dus... Maar goed, dus ik zie... Het gaat niet om wat ik geloof. Nee. Het gaat erom wat ik zie. Ik ben trendwatcher. Dus ik kijk wat mensen aan het doen zijn. Ja. En wat zie je wat mensen aan het doen zijn... Alle autofabrikanten zijn leasemaatschappijen aan het opkopen. Alle General Motors die zijn allemaal zeg maar ook fleet management investeringen aan het doen. Zoals Link en zo en dat soort zaken. Dat zijn ze al. En iedereen is eigenlijk bezig om zich in te zetten op nieuwe mobiliteit. Dat verwacht iedereen dat groots gaat gebeuren. En gaat dat een beetje? Ik vind het doodeng. Ja, weet je waarom? Super omdat eng. Ik zie dat de lijnen op de weg bijna niet zichtbaar zijn. Ja. En dan denk ik, als ik ze al niet kan zien, hoe kan die technologie ze dan? Dat is mooi. Je mag hier naar links gaan en dan gaan we weer terug, dezelfde weg. Oké. Okay. Ja. Dat vind ik interessant. Ready? Ja. Heel goed, gaat het open. Is het een mooie plek om een foto te maken? Is een uitstekende plek. Oké, okay. Waar zijn we nu? Wij zijn in Haarlem bij Maak. Ja, de 3D Makerzone. Want je had een vraag over 3D printing, geloof ik. Hè? Wat was die vraag? 3D printing. Of over 15 tot 20 jaar of auto's dan uit een 3D printer komen rollen. Oké. Okay. Wat denk je daarvan? Ja, dat gaan we zo beantwoorden. Eerst foto maken. Ja. We zijn nu in de 3D Makerzone. En dat is in Haarlem. En dat is echt een geweldige fabriekshal. Zullen we zo even wat dingen laten zien. Waar je allerlei dingen kunt printen in 3D.
En van heel klein tot, tot vrij groot hier. Je kunt ook al huizen bouwen in huizen, zeg maar, printen met 3D. En wat was jouw laatste vraag, Rick? Nou, of het denkbaar is dat auto's over 15 jaar in hun geheel uit een 3D-printer komen rollen. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, de toekomst van manufacturing. Ja. Eigenlijk vooral 3D-printing is vooral handig op een bepaald gebied. Namelijk als het heel erg afgestemd moet worden op de persoon. Dus de stoel die helemaal bij jou moet passen, daar zul je wel dat soort dingen in zien. Als iets gewoon massaal grootschalig gebruikt moet worden, is 3D-printing helemaal niet handig. Is het gewoon hartstikke duur. Dus ik denk, zullen de onderdelen geprint worden die heel specifiek afgestemd moeten worden op de bestuurder of op het land of op, waarvan de series klein zijn. En een hele grote 3D-printer waar een auto helemaal uitkomt, dat zie ik absoluut niet gebeuren. Nee, maar ik vind die stoel een heel goed voorbeeld. Ja, dat is alleen bij massa customization is 3D-printing echt gewoon handig. Als je een uniek ding wil maken, of iets wat, en bijvoorbeeld tanden en kiezen printen. Weet je wel, dat is echt dat is nogal specifiek. Dat, of een bril die helemaal, of je schoenen die helemaal bij je moeten. Nou, dat hebben ze hier allemaal voordelen van. Maar gewoon massa, als je iets massaal 100.000 keer moet maken, is het helemaal niet handig om het met 3D-printing te doen. Dan gebruik je gewoon van dat soort dingen erin. Nu niet, maar ook over 15 jaar niet? Nee, ik denk dat echt gewoon van, er zullen echt gewoon, je hebt massale processen en je hebt gewoon individuele processen. En voordat dat net zo duur is, dat is nu is een 3D-printer, is meestal toch al gauw gewoon 10, 100, 1000 keer zo duur. Dus dat wil je niet. Zo groot had ik hem ook nog nooit gezien trouwens, hoor. Zo groot als deze is. Nou, ja. En dat is helemaal mooi. Hij is ook niet zo duur, maar hoe lang doet hij over dit, hoe lang doet hij over zo'n dingetje, denk je? Toch wel 3 dagen, denk ik. Ja, kijk even naar het stel. Ja, sorry. Drie dagen minstens, denk ik. Ja, 3 dagen voor zo'n ding. Terwijl wij verwachten een krukje. Dat verwachten wij. Hoeveel tijd mag dat kosten? Ja, half dag. 3 seconden. Nee, 3 seconden. Bang. Weet je wel, dat is echt gewoon van. Dus je moet de juiste technologie gebruiken op de juiste tijd. Het enige wat wel duidelijk is, dat mensen niet meer in auto's moeten rijden. Dat is echt, dat moet zo snel mogelijk de deur uit. Ja, kijk, en hier hebben we kunststofprinters. Kunststofprinters, 2 ton geloof ik al, hè? Iets minder deze. Iets minder, een tonnetje. Ja, die kost achter 2 ton. En dan kun je, zeg maar, op dit ogenblik kun je daar dit soort dingetjes van maken. Allemaal mooie poppetjes en toestanden, maar ook wel aan elkaar geschakeld. Dat is echt wel mooi. Zo'n halsbandje komt eruit. Nou, dat is echt heel mooi. Dan zie je ook steeds meer dat in kleren wordt gemaakt. En inderdaad, ook als je even een modelletje wil maken, nou, dat is natuurlijk echt ook gewoon, dat kan hiermee. Maar dat kost dan weer 50 euro per uur of zo. Minimaal 50 euro per uur. En ze zijn wel even bezig. En dit is 3D-printen met kleur. Dat is ook echt heel mooi. Kijk hier. Die komen er gewoon echt in één keer. In alle kleuren komen die er meteen uit. Dus het is gewoon een inkjetprinter samen met 3D. En dan deze dingen die zijn fantastisch. Heel handig voor bepaalde dingen. Maar niet voor massaal gebruik. Dus zie je, 80.000 euro. Kleurenprintertje, zo'n poppetje van 10 centimeter, kost 75 euro om te maken aan materiaal en aan afschrijving. Herman Bol, hij is een van de oprichters van de 3D Makers Lab. Hey, over 20 jaar, komen er dan auto's uit de 3D printer rollen, Herman? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk het eigenlijk wel. Ik weet dat MIT bezig is, Neil Gershenfield, misschien bij jou bekend. Ja. Die is bezig met een soort print met multimaterials. Mm-hmm. Maar we gaan auto's van minder materialen, verschillende materialen maken. Mm-hmm. Omdat ze misschien elektrisch gaan rijden, omdat er veel minder onderdelen voor nodig zijn. En dan gaat het wel. Ja. Dus je ziet hier is de expert van 3D printing. Ik zei absoluut niet. En hij zegt, denk het wel. Dus nou, dan heb je twee. Ja, ik ben geen expert op 3D printing, ik ben gewoon trendwetje. Ik geloof echt niks van wat hij zegt. Ik geloof wel dat het mogelijk is om een auto uit een 3D printer te halen, maar absoluut niet dat massaal gaat gebeuren. Dat is meer massa, dat hebben we niet dan. Nee, dat hebben we het ook niet. Hebben we niet over. Ja, als je dus het woord massa eruit haalt. Er zijn nu al, hier hebben mensen al 3D met 3D printing, hebben ze al auto's gemaakt. Scholieren van de HBO-opleiding hebben gewoon auto's gemaakt, compleet uit een 3D printer, uit een klein printertje. Maar massaal en goedkoop en snel, dat is nog niet 3D printing. Dat verwacht ik dat het misschien nog iets langer duurt, maar het zou best eens kunnen. Herman, wat hangt hier in godsnaam in de lucht, deze computers? Ja, een paar miners.
Een paar miners. We zitten in Ether en een beetje Bitcoin, geloof ik. Maar volgens mij hebben we nu op Ether gezet. Ja, het zijn grafische kaarten die gewoon die kunnen inderdaad Ether mooi rennen. En waarom heb je dat hier, zeg maar, in met een 3D mining, met een 3D printing operatie? Nou, ik denk als je kijkt naar wat je ziet, is dat heel veel bedrijven bezig zijn met de samenkomst van een heleboel technologieën. Dus die convergence, hè, waar je het dan over hebt. Ja. En dat zie je dus dat we het bespreekbaar moeten maken. Want blockchain is voor de meeste mensen nog steeds abstract. Absoluut. En cryptocoins, dat is er één deel ervan. Maar als je kijkt naar de technologie, kan er echt heel veel. Ja, hij gaf mij een geweldig voorbeeld dat gewoon, zeg maar, designs en de sleutels daartoe moeten opgeborgen worden in de blockchain. En dan worden op een gegeven moment printers aan de andere kant van de wereld, 3D-printers, aangestuurd om die gewoon te maken. Terwijl het design laagje voor laagje wordt overgestuurd, maar nooit in zijn geheel aan de andere kant arriveert. Exact. En dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld van de laatste blockchain-conferentie waar jullie spreker waren. Ja. Of in ieder geval iemand. Dus dat is ook echt overal in de industriële wereld. Met 3D-printing heb je ook voor blockchain bepaalde toepassingen. Natuurlijk is 3D-printing niets zonder het IoT-gebeuren. Dus daar doen ze ook wat aan. Kijk, dit is dus inderdaad echt gewoon lekker IoT. Allemaal leuke, fantastische gadgets. Wat is dit nou voor een device, Herman? Nou, dit is de binnenkant van een device. Is een board met een hele kleine LoRa-chip erop. En LoRa is een netwerk voor Internet of Things, waar je echt voor een paar euro kun je dan een jaar lang een device uitlenen. Ja, KPN dat stuur je dan signaaltjes uit naar wat er hier in dit instantie voorbij komt. Deze dingen halen we in de duinen, in duingebieden, natuurgebieden, om te kijken wat mensen eigenlijk doen, welke kant ze oplopen, fietsen ze, hardlopen ze, gaan ze op een racefiets, op een gewone fiets. En het gaat over crowd monitoring in natuurgebieden. Daar is heel veel behoefte aan tegenwoordig. Okay, en deze dingen die kun je gewoon rondstrooien met een paar batterijen. Die werken 10 jaar op 2 batterijtjes, nou, zeg maar. Dat gaan we nog even testen. Kijk, hier Zo'n batterij kun je toch gewoon makkelijk. Dat moet kleiner. Dit is trouwens ook hier interessant. Dit is de 16850. De 18650. Daar heb ik er 7000 van in mijn Tesla zitten. Maar in ieder geval, en die reageert dus op mensen, maar niet op mensen, op de smartphone. Want ieder mens heeft een smartphone. En jij monitort het wifi. Die zoekt het wifi signaal. Ja, maar wat we hier doen, dat is het de hele keten inrichten. End-to-end gaan wij kijken. En wat heeft dat met 3D printing te maken, Herman? Nou, de casings worden 3D print. Oké, en de rest doe je er ook even bij? Ja. Kijk, dit is toch gewoon innovatie uit de hele kant, de hele chain. Kijk, even, en nu komen we eventjes bij een beetje alle mooie spullen die hier gemaakt worden. Maar dit vind ik een prachtige printer. Dit is echt gewoon, moet je kijken, wat een mooi printertje. Hoe mooi alles open is. Zelfbouw. En dan echt, het is een zelfbouw. En 1000 euro of zo, Herman? Nee, 100. 129 inclusief btw. Wat? 129 euro voor zo'n 3D printer? Hij ziet er ook nog mooi uit. Hij is nog mooi vormgegeven. En er komen best aardige dit soort dingen. Ja. Even kijken. Waar kun je dat eruit vinden? Dat is multi-3dprint.nl. Nou. Leuk, hè? Ongelooflijk. En wat kun je er nou mee maken met dat soort dingen? Ja. Hey Mike, wat vind je nou zelf van de toekomst? Ik vind die toekomst wel interessant, hoor. Ja? Dat gaat nog wel wat brengen. Ja, en wel dramatisch voor de branche. Gaat die zich wel aanpassen? Ze zullen wel moeten. Jullie zullen wel moeten. En hoe voel je zelf die ervaring om erin te rijden? Heel raar. Ja? Onnatuurlijk. Maar ik denk, als ik een week rijd, dan ben ik eraan gewend. De meeste mensen hebben na een half uurtje genoeg. Maar Mike is nog wel een beetje moeilijk. Die doet er wel even over. Ik heb nog een plofauto. Ja, ga allemaal het gewoon eens proberen. En welkom in de toekomst.